Hier is hem dan. Wat is dat? Kijk hier. Wat is dat? Kijk die lach. Die lach. Is dat jouw bed? Dat is een bed, hè? Ja. Mooi, hè? Ja. Kijk. En hier ga je dan eens slapen. En dan hem dus in, hè. Zo. Zijn bed. En ligt er helemaal in. Slaapjes doen, hè? Ja, het is een heel mooi bed. Daar staan zijn knuffeltjes op. Het is echt een autobed dat je kan zien, dus het is auto. Het is echt heel mooi. Dit is jouw bed, hè? Je mag dus nog veel groeien nu. Heel veel groeien, ja. Is het een mooi bed? We hebben die gisteren al elkaar gestoken. Gisteren hebben we die helemaal elkaar gestoken. Het bed. Papa. Dat was echt wel blij. Ik deed het wel heel blij. Ik zit de vader. Dus dit bed is het tweedehands bed. Peter en Stijn hebben deze gebracht. Dus ik vind het wel een mooi bed. Ik zou bedanken. En ik vind het wel leuk eigenlijk om zo'n bed te hebben en hij kan er nu goed in slapen. Oké. En ik kan hij groot worden, hè? Dat was al een beetje groter. Hij heeft ook nog een kast en zo'n ding allemaal, maar die moeten we nog bekijken. Ja, heeft hij eigenlijk al een kast? Dus hoe dat we dat gaan doen, dat moeten we nog bekijken, hè? Maar ik vind het wel een mooi bed, hè? Eerst weten we wat we kijken, want oh, wat is dat eigenlijk allemaal? Beetje mooi? Ja, dat is zeker mooi. Ik ben echt heel blij met zo'n bed. Dus als je afvraagt waar het kinderbed aan zit, wordt het kinderbed voorlopig nog niet afgebroken. Het kinderbed staat voorlopig hier op de kamer. Dus je staat voorlopig hier op de kamer, het kinderbed. Voor eventueel, als het niet moest gaan vannacht of zo, dan kunnen we dat naar daar schuiven. Maar we gaan het wel proberen eigenlijk. Zodat hij een grote jongen wordt. Ha. Dus dat vind ik echt wel mooi en cool. Ik zou ook zo wel een bed willen eigenlijk. Is mooi, hè? Dat is echt wel cool. Dus ja. Dus wanneer jullie een video zien, dan mogen jullie niet abonneren en morgen zijn we weer. Hey lieve vrienden van Enzo en mij. Enzo die heeft een groot bed gekregen.